Een vaak voorkomend probleem is een gebrek aan ruimte wanneer men een doorgang wenst te maken naar een bovenliggende verdieping of naar een kelder. Voor een klassieke wenteltrap heb je een vloeroppervlakte nodig van 1,50 meter in het vierkant. Daar verlies je dus meer dan 2 vierkante meter mee. In dicht bevolkte gebieden als de onze moet iedere centimeter bewoonbare oppervlakte efficiënt benut worden. Veel mensen zien liever geen trap die in de weg staat en veel onnodige vierkante meters in beslag neemt. Nederlanders staan ervoor bekend dat ze spaarzaam zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een Nederlandse trappenfabrikant met een plaatsbesparende oplossing op de proppen kwam. Tot voor kort was het onmogelijk om een vaste trap te plaatsen op een kleine vloeroppervlakte. De vierkante metertrap heeft slechts een grondoppervlakte nodig van 1 vierkante meter en het trapgat hoeft ook niet groter te zijn dan 1 vierkante meter. Deze ruimtebesparende trap kan bijna overal geplaatst worden en biedt een esthetische oplossing in kleine ruimtes. Hoe is dit idee ontstaan, Cornelis, van deze exclusieve trap? Op een bepaald moment kwam er een klant en die had de wens om een zeer kleine oplossing voor een vaste trap. Het idee liet ons niet los en we gingen aan het ontwikkelen en we vonden de oplossing binnen de vierkante meter trap. Dat was het ei van Columbus. Je hebt het dan over een trapgat van 1 meter op 1 meter, maar als die trapopening bijvoorbeeld 70 is op 140, zoals dikwijls bij ons, wat doen jullie dan? Ja, dat is geen enkel probleem. Bij de vierkante meter trap hebben we het over de footprint, maar het trapgat mag smaller zijn. Omdat de 1 vierkante meter trap op maat wordt gemaakt, is hij bijna overal te plaatsen. De trapopening hoeft niet groot te zijn. 80 op 80 centimeter is al voldoende. De open structuur is opgebouwd rond een spil met een buisdoorsnede van 114 mm. Hier rond worden de treden geschraagd die voorzien zijn van een rij zwarte rubberen antislipdoppen. Het frame en de treden bestaan uit staal dat kan gepoederkoot worden in alle mogelijke RAL-kleuren. Cornelis, het valt me op dat hier maar 13 treden zijn. Kan je daar ook een overbrugging mee doen van bijvoorbeeld 2,70 meter? De vierkante meter, daar passen maar 12 of 13 treden in om een voldoende brede treden te krijgen. Als het hoger is, dan verhogen wij de optreden. En dat is iets heel geks, want het druist in tegen alle wetten die we op trappengebied kennen. En toch werkt het bij deze trap. Wordt het dan geen moeilijke trap? Nee, hij loopt prima. En daarom hebben we ook expres een model staan, dat mensen het zelf kunnen ervaren. De trapleuning staat garant voor de veiligheid en het loopcomfort. Deze leuning volgt gewoon de spil van de trap. Elke trap wordt op maat ontworpen en geproduceerd in de gewenste kleur. Nadien wordt de trap bij u thuis geleverd en geplaatst. De bovenste trede wordt op de vloerrand bevestigd. Aan de onderzijde wordt de spil rechtstreeks in de vloer gemonteerd. Het resultaat is een bijzondere trap die ideaal is voor ruimten zoals zolders of kelders. Het feit dat deze trap gepatenteerd is, zegt iets over de exclusiviteit ervan.